mind raakt echt gewoon tired. Dus soort van, je denkt wel van, oké, ik ga één keer in de week of twee keer of drie keer of elke dag iets doen. Mm-hmm. En aan eindstand lijk je er misschien in. Hoe ga je daar dan mee om, zeg maar? Hele goeie, man. Ik zeg eerlijk, dat is iets, routine is iets waar je echt in kan soort van vinden en bevrijden. Ik weet niet hoe, wij noemen het een battle rhythm. Mm-hmm. Dus je weet wat je te wachten staat en je maakt er een routine van. Voor mij, ik zeg je eerlijk, ik eet elke dag hetzelfde ontbijt. Ja, wat eet je? Ik eet soort van met scrambled eggs, met turkey bacon, yeah, op een bagel met avocado die ik dan uitspreid. Ja, ja. Een bakje fruit en dan orange juice elke ochtend. For real? Elke ochtend. Word je niet moeite van die... Weet je wat het is? Maar het is zoiets raars dat je eet het en je lichaam en je hersenen hebben gewoon iets. Oké, de dag gaat beginnen. Boom. En dan ga je trainen. Of ik heb al getraind dan soms, maar boom. En het is gewoon, ik weet niet, want het is hetzelfde. Maar in elke avond voor ik ga pitten, doe ik hetzelfde, heb ik mijn ding lichten en dan weet toch, dan dim ik mijn tv uit, maar laat ik mijn licht aan en dan voor ik ga slapen denk ik gewoon even na, weet toch, oké, wat heb ik vandaag gedaan, hoe voel ik me, boom, 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 boom. En denk ik zo, ja man, je hebt het van, weet toch, en ook, dit is ook een goede belangrijke die ik even mee kan zetten, want vooral met atleten, het is ook belangrijk dat je toch positief tegen jezelf praat, want vroeger sprak ik echt negatief tegen mezelf, maar ik merkte het niet eens, dus gewoon, toch, en dan zeg ik mezelf, oké, je hebt vandaag goed gewerkt, je verdient je rust, boom, en dan slaap. Exactly, yeah. Een soort van de dag afsluiten, mentaal, want soms had ik een lange tijd ook moeite met slapen, want mijn hersenen bleven maar door, want ik moet nu, morgen moet ik zorgen dat ik beter ben dan gisteren, en toch, ik moet zorgen dat ik mijn huiswerk nog afmaak, en dit moet ik nog doen, en ik mis, blijf je in je hoofd. Maar dan, boek, eind van de dag, je hebt goed gedaan, boek sluiten, morgen een nieuwe dag. Ja, ja, zeker, ja, zeker. Dus dat zijn van die dingen die, en dat wil ik nog aankaarten van eerder, met die peace, met die mindset. Ik denk dat het grootste wat ik heb geleerd met die mental health is gewoon acceptatie, man. Gewoon dingen accepteren voor wat ze zijn en probeer het mooie erin te zien, man. Want ik denk dat helpt me echt, man. Ik probeer gewoon altijd het positieve eruit te halen, want het is zo makkelijk om die negatieve dingen gewoon, toch, het kan zo overweldigend zijn dat als je daarop gaat focussen, is het echt. Dan gaat alles alleen maar vaart vanaf dan. Ja man, echt, energiezuigend gewoon. Ja, heel erg. Ik had dat, wanneer was dat? Tijdens fall camp, begon ik in een routine te zitten, zeg maar. Mm-hmm. Hadden we gewoon training in de ochtend, daarna heb je meetings en dat soort dingen. Hey, fall camp different. Bijna, fall camp was tough. Different. But, daarna rond de uur of, laten we zeggen, 9. Ja. Dan ben ik van mijn telefoon af, alles af. Mm-hmm. Zet lekker een podcast op of wat dan ook iets. Mm-hmm. Lees een boek. Mm-hmm. Uur lang, half uur lang. En dat heeft me echt tot rust gebracht, zou ik zeggen. Want anders, hoe zou ik het zo zeggen? Daarvoor, voordat ik dat alles deed en dat soort dingen, had ik altijd in mijn gedachten van, oké, je hebt dit fout gedaan. Mm-hmm. Je hebt dit fout gedaan, zo, dit, dat. Mm-hmm. En sinds ik dat doe, heb ik meer van, oké, dit heb je goed gedaan vandaag. Dit kan beter. Mm-hmm. Hier gaan we aan werken. En dan ga je de volgende dag in. Ja. Sinds ik dat doe, heb ik dan zeg maar een happy feeling, kind of, ja, good toch? Energy. Hey, for real. En dat gaat direct ook mee met alles wat je in je dagelijks leven doet. Zoals school gaat direct veel beter. Ja. Mm-hmm. Vriendschappen zijn veel beter. Want je bent gewoon positief in het leven. Ja. Je gaat gewoon goed met iedereen om. En het sport zelf gaat ook heel veel beter. For real. Ik denk ook sowieso met wat ik ook heb ervaren in college. En ik denk dat elke college athlete het ervaart. Is in de zin van, je dagen zijn zo druk. Zo van nu, ik ben terug in Nederland. En ik denk, als je in Nederland bent, als je het sowieso hebt, je staat misschien in plaats van elke dag 5:30, sta je hoe laat? 6, 7, 8, weet je, of weet ik niet. Jetlag. Jetlag. Dan met inslapen. Dus je hebt een soort van, je kan wat langer slapen, je dagen zijn wat relaxter, alles is relaxed. Ik denk, in Nederland ben je heel erg op autopiloot, toch? Je hebt een autopilot. En in Amerika is het een soort van, ik weet niet, misschien na 2 jaar verandert het wel, want jij bent nu al lang, 1,5 jaar in Amerika. Hij is langer dan mij. Jij bent 2 jaar. Jij bent 2 jaar, 1,5 jaar dan, ja. Dus soort van, dan ben je in Amerika, kan je niet op autopilot zijn. Je bent echt gewoon elke dag ben je heel bewust op wat je doet, omdat je elke dag echt tot je limit wordt gepusht. Ja. En die shit, dat merk ik bij mezelf ook van, is mentaal was ik daar niet op voorbereid, omdat ik dat niet verwacht had. Omdat ik dacht van, hey, in NL ben ik ben al hard aan het trainen. Ik train elke dag 3 keer, maar je beseft het niet, bro. Ik train elke dag 3 keer, ja, maar ik ben niet, ik word niet elke. En het ding is ook sowieso, wanneer je een coach hebt om je heen, die heel de dag tegen je schreeuwt, wanneer, hey broer, je denkt die squat is zo laag. Mm-hmm. En je zegt, lower, down. Bro, what the fuck, hoe moet ik lager gaan? Ik denk, de grond is alweer, mijn bult is op de grond, toch? Precies. Maar zeg maar, dat soort dingen, je wordt elke seconde gepusht. En het, in ieder geval wat ik merkte, en
dingen is bijvoorbeeld, neem je als je heel veel jongens van South Florida en Texas. Yeah. Dus heel veel guys in South Florida slang, I don't know if you got South Florida niggas on your team, but South Florida slang different. Like, surf on, ze zeggen dingen, broer, ik weet helemaal niet wat je zegt. Ik kan heel goed Engels, maar ik heb helemaal geen idee wat de fuck je nu zegt, zeg maar. En soort van op die manier word je ook, niet per se, je wordt niet bewust buitengesloten, toch? Maar gewoon kleine conversations waar je dan niet mee, je toch, duwt. En waar ik dan wel merkte... Man. Ik wou net zeggen, die heb ik echt gevoeld. Ja, ik heb toch? Die echt gevoeld. Ja. Ik kom daar als een buitenlander. Ja. First of all, ik had een zware accent in het begin. Ja, dus ja. Ook al probeerde ik te praten met ze, niemand verstond me. Ik dacht van, yo, laat die maar, laat hem maar. Ze spraken niet meer, ik dacht van, ah, no span. Nu, hun hebben gesprekken zo, maar het is meer van hun cultuur, en Amerikaanse cultuur. Mm-hmm. Dus ik snap daar ook al niks van. Ja, dus ik dacht van, hoe ga ik hiermee praten? Ja. Dus in het begin vooral voel ik me heel erg buitengesloten, dat zeker. Maar op een gegeven moment raak je je team beter kennen. Zeker, dat soort dingen zo. Ja man, dat is zeker iets, man. Dus het is, tenminste waar ik dan heb gespeeld, aan het begin, iedereen heeft gewoon klik, snap je? Dat was ook bij ons hoor, bij elk team waar ik ooit heb gespeeld. Maar normaal gesproken was ik altijd deel van die klik, snap je? Dus ik had nooit ervaren wat het was om niet in dan die buiten zijn, die klik te zijn. Ja. En gewoon, je hebt niemand met wie je echt kan relaten, toch? En iedereen heeft zijn eigen problemen, zijn eigen... En ik blame ook niemand ervoor. Dat is gewoon hoe het gaat. En dan vooral omdat je dan ook zo ver weg zit van je familie en 6 uur tijdsverschil. Wordt ook 6 uur tijdsverschil? 7. Kijk daar, 7 uur tijdsverschil. Daarom. Wow. Dus ik had het nog zoiets vergeleken. Met je bent zo, in een zo druk schema, dan ben je 6, 7 uur pas klaar, 8 uur, 9 uur klaar. Iedereen ligt al te slapen. Telly schermtijd ging van... gemiddeld 5-6 uur per dag naar 2-1 uur per dag. Like, I wasn't on my phone at all. En ik was, broer, ik heb gewoon geen tijd om op je telly te zitten. En dan waarschijnlijk aan het begin, dus dat ik ook, is die overgang is moeilijk. Je weet toch, school, trainen. Begonnen jullie ook de eerste dag gelijk? Broer. Zeg maar, ik kwam daar. Ik kwam te laat aan. Ik was, de eerste school was al begonnen, dus training was al begonnen. En dus alles was al intensiever geworden, want het was al opgebouwd. Want ik was echt bijna een halve week te laat, want ik probleem had met mijn visa. Dus alles was al begonnen. Ik moest school in één keer. Ik kwam met chaos. Ik was mijn bagage kwijt. Ik moest school inhalen. Trainingen inhalen. Helemaal gestort. Ik had het wel lekker dan. Ik kwam een week van tevoren. Heerlijk. Ik nog net tot justice. Ik kan nog steeds mijn jetlag. Ik kon niet pitten in de avond. Vroeg 5 uur, 6 uur opstaan. Trainen. Eerste dag was ik nog verdwaald geraakt. Meteen gebaard door mijn strength coach. Van, oh, good start. I'm like... Het was moeilijk, man. De overgang was echt niet... En dan aan het begin gaat alles moeilijk. En dan weet je toch, dan voel je... je merkt dat iedereen ziet dat, snap je? Zeker. Ondanks dat je niet per se... Iedereen let op elkaar in het team. Ondanks dat je misschien zegt van je praat niet met elkaar. Je ziet wie het goed doet. Je ziet wie struggelt. Je ziet wie dit en dat. En ook allemaal dat soort dingen bepaalt ook heel veel hoe je in de groep staat en zo. Zeker. En dan, combinatie dat je dan... Je voelt dat je misschien niet lekker in de groep zit. Voel je ook nog eens dat je er niet echt bij hoort. En je bent weg van je familie. That's that mental. Bro, that's that mental shit, man. Dat is die shit waar je weet of je voetbal echt van voetbal houdt, man. Ik heb zo vaak gebeld. Ook gewoon like, hey man, like, yo, wat ik, hey, heb je... Het ding is, ik verwachtte helemaal... Het ding is, ik was zo gehyped om naar Amerika te gaan. Ja. Dat ik helemaal vergat dat ik überhaupt mijn familie zou missen. Ja.